Er moet meer voorlichting komen en vooral betere communicatie tot stand worden gebracht met de samenleving in de kwestie met betrekking tot de wateroverlast in Brokopondo. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi vanmorgen na een oriëntatiebezoek aan de door wateroverlast getroffen dorpen in het achterland. Het staatshoofd roept de gemeenschap op om vertrouwen te stellen in de deskundigen. NCCR en plus het team van minister samen met de districtscommissaris hebben ook opdracht gehad om te inventariseren. Namelijk, en dat komt, namelijk wat de schade is allemaal, zodat wij op basis daarvan en op basis van aanbevelingen goede beslissingen kunnen nemen. Maar voor dit moment gaan we door met het bieden van hulp. Op dit moment moeten we ook faciliteiten opzetten in Paramaribo en in de gebieden waar mensen terugtrekken. Dat die faciliteiten er zijn, de tenten er zijn, consumptie er is. En alles wat aan logistieke en infrastructuurvoorziening moet komen, dat moet allemaal daar komen. En dat is het werk van NCCR op basis van close monitoring, day-to-day monitoring, uurmonitoring. Ons te informeren, ons te adviseren en wij nemen de juiste maatregelen als regering. En daarvoor is die instructie gegeven van plus het team van minister. Als er middelen vrij moeten komen, dan worden die middelen ook vrijgemaakt, maar we gaan het gebied niet in de steek laten, we gaan de mensen niet in de steek laten. Het staatshoofd zegt verder dat het niet alleen een probleem van Suriname is. Het wereldwijde vraagstuk over de opwarming van de aarde houdt ook de wereldbevolking bezig. Bijna in alle landen worden veranderende weersomstandigheden geconstateerd. Maar de problemen die zich hier aandienen, die komen ook van de wereld als gevolg van de global warming. Dus de wereld heeft ook een stukje verplichting naar deze landen zoals Suriname, die een lage kustlijn hebben en tegelijkertijd ook een regenval hebben, dat we die financiële ondersteuning krijgen, de technische ondersteuning krijgen om ook ons territorium goed te beschermen. Dat is namelijk het pakket van maatregelen wat we in de wereld treffen, namelijk enerzijds de aanpassingsmaatregelen. Dat zijn maatregelen die ons land moet beschermen tegen de gevolgen van die global warming. En aan de andere kant moeten we ook zorg dragen dat we mitigeren, namelijk minder uitstoot. En dat is het voor de rest van de wereld die nog enorm veel uitstoot heeft. En dat zorgt ervoor namelijk dat het proces van verwarming van de aarde, verwarming van de wereld nog doorgaat. En dat heeft tot gevolg dat weersomstandigheden allemaal kunnen veranderen. Wij moeten aanpassen, wij moeten structureel aanpassen. Wij moeten ook besluiten nemen, namelijk als er gebieden zijn die niet beschermd kunnen worden als gevolg van natuurverschijnselen, zware regens, dan moeten we zorg dragen dat er duurzame oplossingen komen, structurele oplossingen komen waar mensen zich moeten terugtrekken. En dat we met een bewustwording starten dat mensen inderdaad naar hoger gelegen gebieden gaan. En nogmaals, dit zal op agenda staan om te zorgen dat we een goed plan hebben voor wat betreft 1. Evacuatie, 2. Namelijk duurzame oplossing en 3. Zorg dragen namelijk dat die bewustwording komt en dat we ons milieu gaan beschermen. Santokhi meent dat de natuur machtig is en wij als mensen ons moeten aanpassen. Het staatshoofd zegt dat er maatregelen moeten worden getroffen om de wateroverlast situatie te overwinnen en te voorkomen dat mensen in de toekomst weer de dupe worden van dezelfde situatie.